Haags. Ik was ruim 50 jaar getrouwd met Henk, die helaas vorig jaar is overleden. En ik vind het wel heel bijzonder eigenlijk dat vandaag op Alderzielen de opening van zijn overzichtstentoonstelling is. Er is hier dus heel veel werk van hem te zien. Hij had verschillende thema's. Ja, toevallig hier meer op het laatst mensbeelden, maar hij had vooral veel met jazz. Eigen verzonnen schrift, heel grafisch is dat natuurlijk. Fossielen, grottekeningen, vooral dus dingen ook uit de oudheid allemaal. Waar haalt u al die inspiratie vandaan? Want ook nu hangen hier weer heel wat werken. Ja, dat weet ik niet. Daar kan ik ook geen zinnig antwoord op geven. Kijk, als iemand mij vraagt, wat voor verf gebruik je? Dan kan ik daar een hele hoop over vertellen. En over het linnen, de spierarmen en alles. Maar als ze gaan zeggen, van hoe kom je nou daar aan? Ja, dat weet ik niet. Dat gebeurt gewoon. En dat komt eruit. Die schilderijen die overkomen nu eigenlijk een beetje. Ja, ja, ja. Soms na afloop dan denk ik, jongen, ik wist niet dat ik het in mee had. He, om met tonen te spreken. Nee, dat. En hoeveel werken hangen er nu in de kunsthal? Dat er 75 waren. Ik kan je vragen van wat het allemaal betekent. Dat wilde hij eigenlijk niet. Hij wilde eigenlijk nooit uitleggen van, ja, dit is duidelijk te zien hier wat het is. Een pastoortje, Angela Davis. Maar veel is min of meer abstract. Een samenspel van figuratief en abstract. En dan zei hij gewoon van, plaatje moet maar voor zichzelf spreken. Gaan we niet uitleggen. Het zijn eigenlijk een beetje uw kindjes, die schilderijen. Ja, dat is het uiteindelijk altijd. En het liefste zou je dus niets verkopen, maar dat is onzin. Het werk moet ook onder de mensen komen. En als er mensen zijn die het kopen, dan ben ik eigenlijk ook wel blij. Want dan op een onbewoond eiland schilder je niet. Je hebt altijd een klankbodem nodig. Dat heeft iedereen. Ja. En u doet het nog steeds met heel erg veel plezier, hè? Ja, soms wel, soms niet. Als het niet lukt, dan is het niet zo plezierig. Want dan denken ze altijd fijn schilderen, maar dat is niet altijd fijn. Maar ja, als het dan lukt, dat vind ik geweldig. Dan heb je een heel prettig gevoel, hoor. Marijke Hamming, Nederlands kampioen. Ponymennen? Ja, dat klopt. Nederlands kampioen zijn we geworden dit jaar. Dat was in Oorschot, in Brabant. Dat was dit jaar? Ja, dat was dit jaar in augustus. Hoe heb je het eraf gebracht met de wereldkampioenschappen? Wij zijn in september naar het Hongaarse Kiesbe geweest. En daar was eind september het WK. En dan hebben we zilver gehaald, individueel, en zilver met het team. Span heb je? 3, 4, 6? Ik rijd met 4 span. Op de wedstrijden gaan altijd 5 ponies mee, want je mag 1 pony wisselen. Je hebt 3 onderdelen, de dressuur, de vaardigheid en de marathon. En in die 3 onderdelen mag je keuze maken uit die 5 ponies. Dus je hebt 1 pony, je kunt 1 pony meenemen die bijvoorbeeld heel goed is in de dressuur, maar wat minder in de marathon, nou, dan mag je die wisselen. Waaruit bestaat zo'n wedstrijd? De dressuur, daar begin je mee. Eigenlijk begin je op de internationale wedstrijden eerst met de keuring. En dan zijn er dierenartsen en de juryleden. Die kijken eerst of de ponies veterinair helemaal in orde zijn. Dus dan moet je ze er één voor één aan de hand voorbrengen. Of ze er gezond zijn, of ze netjes goed lopen. Dat er niks aan mankeert. Dan heb je een dag later heb je de dressuur. Dat is, dan rij je in een baan, er zijn letters naast, dan moet je figuren rijden. Aan de kant zitten 3 of 5 juryleden, die geven je punten. Dan dag 2, dat is de marathon, dat is eigenlijk de uithoudingsproef. Je rijdt eerst een traject over de weg, dan heb je 6 tot 8 hindernissen. Die moet je rijden A, B, C, D, E, F op alfabetische volgorde. En dat gaat over bruggen, door het water, over de heuvels. Dat gaat op snelheid, zeg maar. Dat gaat door het trein. Net een beetje te vergelijken met de military. De laatste dag hebben we het kegeltjes rijden. Dat is een vaardigheidsproef. En dat is eigenlijk de bedoeling dat je na die zware marathon, na die uithoudingsproef, de paren nog zo onder controle hebt dat je dan die kegeltjes allemaal weer met die balletjes erop, dat je die allemaal weer kunt rijden en dat de ponies zo nog in de hand staan dat allemaal lukt binnen een bepaalde tijd en dat die balletjes op de kegels blijven. Hoe lang blijven we dit nog doen?
Nou, zoals nu is, nog jaren. Jaren? Tientallen jaren? Ja, voorlopig wel. So, Daumen drücken, Einstellungen, meine Damen und Herren. Nou, de bedoeling van de hotel is eigenlijk, ja, dat is een dubbele bedoeling. De eerste bedoeling is eigenlijk, kun je zeggen, dat we hier bij elkaar komen. En dan bestaat onze bijeenkomst uit twee delen. Dat is het eerste, dat gaan we naar de zittingsruimte. En daar gooit iemand een bouwsteen, en daar hebben we onze ritualen, onze symbolen. Die min of meer aangeven wat onze bedoelingen zijn, omdat een symbool dat vaak wat duidelijker maakt dan woorden. En daarna komen we hier terug in de, en dan hebben we de nazit, daar wordt er gesproken over de bouwsteen. Als je even teruggaat in de historie, dat zijn dus dat zijn groepen mensen die zich vroeger eigenlijk niet konden aansluiten bij gilden. En die bijvoorbeeld vooral in Londen in cafés bij elkaar kwamen. En je helpt de zieken. Je helpt weduwen, je helpt wezen. En je begraaft de doden. Je zorgt dat de mensen geholpen worden. Mensen die werk zochten, die weg moesten, die konden deel geld meekrijgen om zich onderweg te rijden en dan naar werk te zoeken. Wat wel, vrienden, we zullen vanavond een zitting houden, een open zitting houden. Je kunt nu allen de zittingruimte betreden. Wat mij in het begin opviel was de vriendschap die ik ondervond, zal ik maar zeggen. En ik voelde me altijd zeer welkom hier. Ja. Wat heeft het u tot nu toe gebracht? Nou, dat ik wat contacten heb natuurlijk. Dat ik wat bouwstenen aangereikt heb gekregen om te denken over de zin van het leven. En om een beetje mijn weg te vinden in deze wereld waarin allerlei stemmen opgaan. En het komt bijvoorbeeld zelden voor dat iemand die iets zegt onderbroken wordt. Er wordt zeer aandachtig naar hem geluisterd. Daar wordt ook ingegaan op wat hij zegt. En daardoor krijg je hele goede gesprekken. Dat heeft me van het begin af aan prettig getroffen. Ja, op tv zie je vaak dat mensen elkaar vliegen, proberen af te vangen of elkaar onderbreken. Of zo hard mogelijk praten om maar aan het woord te blijven, zal ik maar zeggen. Dat is hier helemaal niet zo. Kijk, iedereen kan zijn mening daar geven in de bouwsteen. Daar hebben we dan een gesprek over in de nazit. Op dit moment gaan we wel uit van een hogere macht dat die er is. Maar dat moet je ook een beetje in die christelijke traditie zien. Nou, dat is erin gebracht op een gegeven moment. Dat kan er ook op een gegeven moment weer uitgebracht worden.